Thomas. Sieke met zijn linker. Hugo Sieke, ja, heeft een goede poging. En daar komt op een schot. Terwijl we hier worden belaagd door een insect, vind ik. Ik was even afgeleid. Hugo Sieke, deuxième. Ja, daar is Rommes weer. Nogmaals, die heeft er schik in. Die valt aan dat het een lieve lust is. De doelman die even wegwerkt en die wordt dan bijgestaan. Hugo Sacco op de doellijn door een verdediger om dat harde schot weg te werken. Het was nodig, want die zou binnengegaan zijn, denk ik. Ja, zeker. De 33e minuut, België met een nieuwe hoekschop. België de enige ploeg die al gevaarlijk is geweest, maar een doelpunt dat dus nog niet ingestudeerd dit allemaal. Ik weet niet of dit er ook nog bij hoort, maar het levert wel bijna een enorme kans op. Eigenlijk is het een enorme kans, maar de bal komt niet helemaal goed voor de voet van Romeo Vermand. Nieuwe corner voor de Belgen. Stil aan de slotfase van de eerste helft. Arne Engels, die kan dat. Heeft die goede rechter. Daar komt de bal richting penaltypunt. En dan hangt hij binnen. Romeo Vermand kopt de 1-0 voorsprong tegen de netten. En België, ja, staat uiteraard verdiend op voorsprong. Maar het heeft langer geduurd dan verwacht. Maar het is toch gelukt voor de rust. De eerste goal voor de U21 van Romeo Vermand in zijn derde wedstrijd voor de Belgische belofte. Prachtige hoekschop, maar je moet er nog iets mee doen. Ook een geweldige kopbal. Daarnet kon hij koppen op die chip voorzet van Steukers. Nu is deze wat harder. Houtsinger en dan... Ah, mooi hoor, hij moet niet springen. Hier is Rommes opnieuw en daar was bijna weer de man van de goal daarnet. Romeo Vermand, ja, hier krijgt hij de bal eerder tegen het hoofd omdat hij zelf kopt. Het was een hele strakke voorzet, wel een goeie hoor, van Rommes die weer mee was. Op snelheid, even kijken. Ja, perfecte voorzet kan je wel stellen, zeker omdat de spits, in dit geval Vermand, daar toch met een man op zijn huid zit. België heeft dus alweer. Aan het aanvallen Vermand nu, hij legt hem breed, het is geen buitenspel en het is 2-0. Ja, het is Steukers die de score verdubbelt bij zijn debuut hier. Voor de Belgische belofte legt hij hem lekker binnen. Ja, het is uitermate makkelijk voor iemand die linksvoetig is om daar af te werken. Maar je moet hem wel nog in het zijnetje leggen natuurlijk. En dat deed hij wel perfect. Jarne Steukers van STVV, 2-0. Matadzo in de 16 meter, Fofana, ja, nog een goede redding van doelman Sacco. België is, ja, toch heel erg goed gestart aan deze tweede helft. En de 3-0 hangt in de lucht, de poging van Engels. En dat is altijd hard als die op doel trapt. Bravo! Hij is snel hoor. Ja, hij is zeer snel. Die jongen, hij is heel erg snel. Basil Touma gaat er langs, het is een penalty. Het is geen slimme tackle van Zeno van den Bos. En een gele kaart, ja, dat is logisch hoor. Andrea Zamit, hij kan de tweede maken voor Malta. Zamit, hij trapt hem binnen, het is 2-1. Iets meer dan een uur gevoetbald. Niet dat we nu schrik krijgen dat de Belgen nog in de problemen gaan komen. Maar het is toch iets wat vervelend, dit. Maar bij Duranville zie je wel dat het een pure winger is. En hij gaat hier bijna nog echt goochelen. Want op wandel. En dat mag je eigenlijk niet zeggen, want hij doet het aan volle snelheid. Oh,
Olakbe gaat er helemaal alleen door. Kazim Olakbe gaat hij beslissen. Jawel. Schitterende ren van Olakbe. En dan maakt hij zijn vierde in deze campagne. En hij loopt er weer af. En hij maakt er 3-1 van. En zo zijn de 3 punten toch helemaal zeker voor de jonge Belgen.